rust in de tent. Het is gewoon de hele gang van zaken rond de twee rederijen en hoe het allemaal gegaan is en hoe het allemaal gaat, is gewoon niet goed voor het eiland. Safer wordt het Skilgerprominent Joop Mulder de stemming op het eiland. De veerbotenoorlog zorgt al zo'n 2004 voor twaspjalt onder inwenners. Hielendal naait rederij Doeks en Kwartlin bekend maken veertjensten in de wintermaanden te skrassen. Vanwege de concurrentie van de EVT. Ik ben voor de firma Doeksen. Die is al dik 100 jaar hier bezig. En die doet het altijd, ook vooral in de winterdag. Dan doet hij alle diensten, bijna. Bijna alle diensten uit de zomer. Dus je wint helemaal net lokkig met de concurrentiestrijd van EVT? Nee, helemaal niet. Ik geloof ook niet dat er een bestaansrecht is voor twee rederijen. Echt niet. Het is, de kosten liggen in de winter zo hoog. Het is in elk geval wel mooi dat EVT er geweest is. Want ze hebben Doeksen wel wakker geschud. De kwaliteit en de vriendelijkheid is met sprongen vooruit gegaan. Het conflict tussen beide rederijen leidt de gemeente Skielge al jaren zwier op een magen. BNW en Riedsleden binnen blier dat het Riek nou lang omlet ingriept. Ja, de hele EVT is toch een splijtsvlam eigenlijk geweest binnen het hele eiland. En zeker binnen de politiek. Dus ja, misschien van die kant af dat er nou toch rust komt. En vooral voor een duidelijke dienstregeling en een oude dienstregeling wat vertrouwd is. Voor ons is belangrijk dat de continuïteit van de veerdienst gewaarborgd is. En dat op deze manier dit voor ons de enige oplossing is om die continuïteit overeind te houden. Hoewel een soort eilanders dus verrommen binnen, is het nog maar de vraag of de Kjeld echt uit de loft is. Want de EVT leidt hem net del bij het besluit van de staatssecretaris. Ja, kan natuurlijk niet. Dus ja, daar zullen we gewoon wederom, zoals we altijd gewend zijn, weer wat aan moeten doen. Ja, wat? Kijk, het is eigenlijk een nee. En ja, dat is wat we sinds 2005 ongeveer al horen. En ja, wij willen toch blijvend onze doelstelling voorop houden. En dat is het opzetten van een constructie zoals een veerdienst op Texel. En daar blijven we gewoon voor staan en daar blijven we mee doorgaan.